Vroeger, toen ik een jaar of 10 was, dan heb ik Erik over kleine insectenboeken gelezen. En dat vond ik fascinerend, hè? Die hele kleine wereld, hoe dat allemaal ging. En daar ging ik ook over fantaseren. Toen dacht ik, dat wil ik begrijpen, die hele kleine wereld, hoe gaat dat nou eigenlijk? En het probleem was van, ja, hoe kan je nou biochemie of celbiologie gaan studeren in Nederland? En dat kon alleen maar via biologie of scheikunde. Dus toen ben ik scheikunde gaan studeren. Het leidt ertoe dat het wat moeilijker te definiëren is wat wij nou precies doen. Dus wij zitten in de biologie, we zitten in de chemie, we zitten in de bacteriologie, in de oncologie. En wat we eigenlijk doen de hele tijd is dat we heen en weer fietsen tussen al die verschillende gebieden en ook gebruik maken van het ene gebied in het andere gebied. En dan krijg je eigenlijk automatisch heel vernieuwend type onderzoek. We hebben onderzoek gedaan naar een stof die heet doxorubicine. En het belangrijkste probleem is dat als je een aantal keren die stof geeft, dat patiënten hartfalen krijgen. Ondanks het feit dat de stof best wel tegen kanker werkt. Nou, wij zijn erin geslaagd om die twee activiteiten uit elkaar te synthetiseren. Namelijk de activiteit die tegen kanker werkt en de bijeffectactiviteit. Waardoor we nu stoffen hebben die wel tegen kanker werken, maar niet meer de bijeffecten hebben. En nu kwam deze mogelijkheid. Het zal er dus toe leiden, dat is dus een van mijn ambities, om deze stof te gaan maken zodanig dat we het hier in de kliniek kunnen introduceren. Stof waarvan we overtuigd zijn op basis van wat we in het lab gedaan hebben, dat het heel veel toevoegt aan kansen voor kankerpatiënten in dit geval. Ja, dat zou fantastisch zijn als we in staat zijn, dankzij ook de Spinoza-premie, om dit voor elkaar te krijgen op academisch niveau.